Hi, Final Creator hier op je beeldscherm. En ik heb goed nieuws, althans, ik ben niet degene die het heeft veroorzaakt hoor. Maar het was toch interessant om te lezen vandaag dat de KLM van plan is om het aantal vluchten richting Suriname te gaan verhogen. Afgelopen maart, zo schrijft het artikel, is KLM van 4 naar 5 vluchten gegaan per week. Maar het worden er dus 6. Op één dag na woensdag gaan ze niet vliegen richting Suriname. En dit is ontzettend goed nieuws. Waarom goed nieuws? Hoe meer airlines richting Suriname gaan, hoe meer het zou moeten betekenen dat de prijzen qua concurrentie in ons voordeel zou moeten zijn, toch? Laat die prijzen maar naar beneden zakken. Naar Suriname vliegen blijft nog steeds heel erg duur. Of volgens mij is het nog steeds goedkoper om richting Australië te gaan. SLM, die met zijn lease toestellen ook richting Suriname vliegt en Nederland, heeft besloten om per juni zijn vluchten van 3 naar 4 keer per week ook te gaan verhogen. Mensen, we kunnen zowat bij de elke dag richting Suriname stappen in het vliegtuig. Ik hoop voor het eind van het jaar jullie te komen kussen daar op Sanderij. Maar voorlopig zijn we nog niet daar. Laatste feitje nog is dat de vliegtuig die ze gebruiken, mijn god, 403 passagiers, de Boeing 777-300. Als je weet hoe heftig, wat een big soort vliegtuig, wanneer het landt toch, kadaf, snap je? Kadaf. Hey, die tijden toen ik naar Suriname was gegaan, ik ben 2 keer in Suriname geweest, ik was 12 en 15, 16. Toen zaten we in een 747. De Boeing 777 is al lang uit het landschap verdwenen. Maar de Boeing 777-300 ER is een stevig soort vliegtuigje. Waar 403 passagiers in kunnen. En volgens mij een stuk of 30 business class tickets kunnen worden verkocht. Dit is goed nieuws. Laten we hopen dat we in de prijs, in de concurrentie iets gaan terugzien. En wat mij betreft mogen meer airliners richting Suriname gaan hier vanuit Europa, vanuit Nederland. Goed bericht, we kunnen meer en vaker naar Suriname.